Deze beschouwing die is naar aanleiding van een filmpje dat ik heb gezien bij dat kanaal, daar heb ik het eerder over gehad. Dat is zo'n katholiek kanaal en die maken zich dan druk over wat de paus nou weer heeft gezegd en la 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 la. En deze keer, die man die heet Henry Westen. Dus niet Western, maar Westen. En die show die heet dan de Henry Westen Show. En het kanaal is iets met Live for News of zo. Ik neem geen link op, het is niet zo interessant. Vind ik. Voor jullie om naar te kijken. Ga maar lekker kijken naar Jurk Liesman. En, daar leer je nog eens wat. Maar ik heb er een gekeken van Henry Westen. En het onderwerp was weer de paus. Die had weer wat gezegd. En nu was die man, die Henry Westen, die was afgereisd helemaal naar Rome, naar Vaticaan. Om daar te spreken met kardinaal Eik. E lange I K. Dat was de kardinaal van Utrecht. Waar hij zit in Utrecht of zo. Ik wist niet dat wij een kardinaal hadden. Ik dacht dat we alleen maar bisschoppen hadden, maar kennelijk ook een kardinaal. En dan een beetje kletsen over wat de paus weer had gezegd. Wat hij had iets gezegd over. Wat was het nou? Iets met seks of zo. Daar was de paus dan een beetje vaag over. Ja, volgens mij ging het over homoseks. Ja, de paus die loopt een beetje om de hete brei heen te draaien. In de zin van, nou, hij wil geen homohuwelijk inzegenen, maar een homostel kan wel door hem gezegend worden. Ja, het slaat natuurlijk allebei helemaal nergens op. Überhaupt trouwen voor de kerk, dat komt in de hele Bijbel niet voor. En punt 2, waarom zouden twee mensen die iets doen waarvan toch echt in de Bijbel staat dat dat een gruwel is in de ogen van God? Waarom zou je die gruweldaadplegers moeten trouwen? Kijk, hoe je het ook went of keert, ik ben er niet op tegen dat je, ik vind niet dat je het moet verbieden dat mannen het met mannen doen. Ik wil er niks mee te maken hebben, dat is iets anders. Maar als er mannen zijn die het samen doen, ja, ik wil er geen details van weten en ik vind het niet interessant. En voor mij heeft dat alles te maken met perversie. Dus seks met een vrouw is al ingewikkeld genoeg. En ook nog een keer ingewikkeld te gaan maken, ingewikkeld durf te maken. Nou, hoeft van mij helemaal niet. Persoonlijk dan, hè? En dan vond die kardinaal Eik van Utrecht, die vond dat ook hoor. Dat de paus daar een soort van deurtje openzette. Een deur die wat hem betreft stevig dichtgehouden moest worden. Want ja, seks tussen tussen mensen van hetzelfde geslacht, ja, dat klopt niet. Ja, het is aberratief, het is tegennatuurlijk, punt. Dan kun je zeggen, ja, maar in de natuur komt het ook voor, ja. Het blijft tegen natuurlijk. Seks is primair voor de voortplanting, weet je nog? Het is leuk als je het er een beetje erbij kan doen. Het is ook wel leuk om te doen. Maar
En als je als man en een vrouw eventjes geen mogelijkheid ziet voor het opvoeden van een nieuw kind, maar je wil wel graag seks, dat je dan een condoom gebruikt. Ja, wow. Ja, waarom niet? De pil zou ik niet doen. Dat is slecht voor het lichaam van de vrouw. En ja, ik denk ook een spiraaltje dat niet echt tof is. Maar een condoom, daar krijg je geen puistjes van. Dat is hoe ik erover denk. En daar mag jij anders over denken. Want dit is een beschouwing. Dus, ieder zijn mening hoor. Maar die kardinaal Eik, die had dus een strenger standpunt dan de paus. En Henry Weston was het dan eens met kardinaal Eik en zo. Allemaal heel gezellig, lekker keuvelen. En toen begon meneer Eik over het feit dat hij er mee heeft gewerkt met de commissie Deetman. Tenminste, hij noemde die naam Wim Deetman niet. Hij noemde dus de naam van die man niet met naam en toenaam. Maar hij had het over een beroemde Nederlandse politicus. Die was het hoofd geweest van een commissie en die had onderzoek gedaan naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Nou, dat rapport, dat heb ik in mijn bezit gehad. Bij het opruimen van een harde schijf of bij het vernieuwen van een computer of whatever, ben ik die PDF kwijtgeraakt. Maar ik heb dat verslag van die commissie, dat heb ik op mijn harde schijf gehad. Daar heb ik toen ook nog een keer een nieuwsuitzending over gehouden. Maar dat moet nieuwsuitzending in, ja, nu is het nummer 60 of zo geweest zijn. Echt heel lang geleden. Ik zou zelf niet meer weten welk nummer het was. En misschien was ik er wel achteraf niet tevreden over en dat ik het niet eens gepubliceerd heb. Dat kan ook nog. Maar ik heb dat werk in handen gehad. Of in handen, in digitale vorm dan. Ik vond het een schandalig rapport. En die kardinaal Eik, die had het dan over dat die commissie Deetman bezig was geweest. En dat de katholieke kerk eigenlijk wel een schouderklopje verdiende. Omdat ze zo, wat hadden ze ook alweer? Ze hadden een aanbeveling gedaan voor 4 punten. Dat er dan 4 verschillende instanties moeten komen. En daaraan kunnen er van alles. Bij de ene instantie kan je dit en bij de andere instantie kan je dat. En dat zat allemaal zo goed in elkaar. Dan zou het nooit meer kunnen gebeuren. En de Jehova's getuigen, die konden er nog een puntje aan zuigen. Met hoe goed de katholieke kerk een en ander wel niet geregeld had. In samenwerking met de commissie Deetman. En hij had dus ook meegewerkt met die commissie. Oh, aha. Nou, wat ik weet van die commissie Deetman, is dat hij dus naar aanleiding van al die, noem het maar, geruchten, zijn ze op onderzoek uitgegaan en gekeken in eerste instantie of dat nou wel waar was dat de katholieke kerk hier in Nederland op grote schaal, de tientallen of zo, jongens heeft misbruikt. Door mannen. We hebben 2 dingen. We hebben dan dus sodomitische seks, gewoon van hetzelfde geslacht, wat meneer Eik afwijst. En dan gaat het ook nog een keer om seks tussen een ouder volwassen iemand en jonge mensen. 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar. En dat er jonge mensen zijn geweest en die hebben aangifte gedaan van het feit dat ze gereedridderd waren. En die jongens werden gecastreerd. De ballen werden eraf gehaald.
En met die actie wilden ze het aangifte doen door andere jongens ontmoedigen. Want je kan wel aangifte doen, maar dan gaan je ballen eraf. Dan heb ik het over de jaren 50, eind jaren 50. In de tijd dat Vic Marijnissen premier was. Die wist ervan. Nou, die commissie is op onderzoek uitgegaan en inderdaad op heel veel gevallen gestuurd van mensen die nu nog in leven zijn en toen ernstig seksueel zijn misbruikt. En die mensen, hun hele leven is naar de ratsmodee. Plus dat het gedrag, de handeling die heeft plaatsgevonden door zo'n priester of zo, hè? Dat is bij de Nederlandse wet, is dat een misdrijf. Dat is geen overtreding. Dat je daar een boete voor krijgt. Of nou ja, niet meer doen hoor. Nee, het is een ernstig misdrijf. Snap je? En ze zijn erachter gekomen dat die ernstige misdrijven inderdaad hebben plaatsgevonden. En kardinaal Eik vertelde ook nog dat die getuigenissen van die jongens, dat dat hartverscheurende verhalen waren, waarbij degene die het getuigenis afnam, dat zelfs die het er moeilijk mee had. Nou, en dan vraag ik aan jullie, hoeveel van de daders zijn voor het gerecht gesleurd en veroordeeld? Heb jij het in de krant gelezen? De commissie Deetman was, zal ik het even bijpakken? Ik kan het zo vinden hoor, op YouTube. Commissie Wim Deetman zat gelijk al. Commissie Deetman, seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Even kijken. Oh, je moet het hier. Moet je dat rapport nog kunnen downloaden? Dit is de website is rkkerk.nl. RK Rooms-Katholieke Kerk. rkkerk.nl. Daar kan je het vinden. Dit rapport is uitgekomen in 2010. Nou, hoeveel priesters, weet jij zo op te noemen, zijn er sinds 2010 gearresteerd? En zit er nou een gevangenisstraf uit? Ja. Toch? Er zijn levens van mensen kapot gemaakt. Waar ze het over hebben, dat is dat er de slachtoffers compensatie krijgen. Genoegdoening. Ja, maar daar gaat het dus niet om, hè? Het is wel leuk dat die mensen geld krijgen. Dat gun ik die slachtoffers van harte. Maar ik vraag me dan als eerste af, van waar komt dat geld komt dan vandaan? Uit Rome? Of wordt dat uit de collecte betaald? En punt 2, kijk, als er bij iemand is ingebroken, dan is er natuurlijk, ja, dat gebeurt in Nederland niet, maar dan zou je kunnen voorstellen dat iemand die dan aangifte doet van inbraak, dat hij een schadevergoeding krijgt van de overheid. Dat gebeurt dus niet. Maar wat er wel gebeurt bij de overheid, mag je het dus hopen, is dat de dief, die wordt gearresteerd. Dat moet hier toch ook zijn? We
Er heeft een misdrijf plaatsgevonden. Een ernstig misdrijf. De daders zijn bekend. Die slachtoffers weten precies door wie ze gepakt zijn. Dan moeten die mensen toch naar de gevangenis. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Tenminste, niet dat ik weet. Dat is een hoop geklets. Eindverslag, stichting, beheer en toezicht. Wat nou, beheer en toezicht? Meldpunt seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Verslag van werkzaamheden 2011 tot en met 2018. 108 pagina's. Moet ik dit allemaal gaan lezen? Wat ze allemaal gedaan hebben? Het is een klachtencommissie. We hebben verhalen uit de praktijk. Pagina 91. Laten we even kijken. Het is een schande dat 91... Ja, kom op. Even kijken hoor. Dan gaan we ze hier gaan ze met bedragen. Verhalen uit de praktijk. Oh, dan word je als je categorie 3, 4 en 5, dan krijg je een vergoeding van, als je categorie 3, dan krijg je maximaal €1000, inclusief btw. Ja, die btw moet je natuurlijk afstaan. Dan krijgt de overheid ook nog een keertje, jeetje. Belachelijk, er wordt de BTW over betaald. Belasting op de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde van wat? Dat je gereedridderd bent. Nou, hier staan tenminste wat hogere bedragen. Maar als je betast bent op de intieme delen, dan is dat €7.500. In of ex btw, weet ik veel. Oh, verkrachting, dan heb je €25.000. Oh, oké, dat is nog een leuk bedrag. Wat heb ik zo? Dan hebben ze een maximum van €100.000. Maar ja, dan moet het wel heel erg zijn. Ingewikkeld zeg. Dat zijn die categorieën met die inclusief btw dan. Oh, er zijn kosten voor rechtsbijstand. Ja, ja. Ja, en dan krijgen ze... voor die rechtsbijstand zitten ze... daar zit die toegevoegde waarde op. Ja, ja, ja. Ja, nu snap ik het weer. Maar waar zijn nou die verhalen uit de praktijk dan? Verkeerde pagina misschien. Er is geen priester aan de schandpaal genageld. Dat kan ik je vertellen. Ja, dat weet ik dus niet zeker, maar... daar heeft het alle schijn van, hè? En dan hebben we dingen met vertrouwelijkheid en anonimiteit. En...
Ja, de klachtencommissie heeft dan 1700 klachten. In behandeling genomen. En op het moment van het onderzoek lopen er nog 400. En in 200 gevallen is de klacht ingetrokken. Ja, wat me hier aan tegenstaat, hè, is dat het helemaal voorbij gaat aan het feit dat de Rooms-Katholieke Kerk, haar medewerkers, die hebben zich vergrepen aan kleine kinderen. En dit gaat alleen maar over de slachtoffers. Het moet gaan over die daders. Dat is wat ik vind. Hè? Dat is mijn mening. Ja, ik kon even op zoek naar 91. Ik heb misschien toch een verkeerde paginanummer ingekeken. Het is wel een mooie PDF hoor. Heeft de patiënten gekost, maar dan heb je ook wat. Hè? Heel profi gemaakt. Dat ook weer, dit zijn verhalen uit de praktijk, neem ik aan. Dat iemand, Johan Verschuren, kiezen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Lessen uit de praktijk. Dat is pater Johan Verschuren, overste van de Jezuïeten. Ha 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 ha. Dan Ton Peek, die is penningmeester. De noodzakelijke financiële middelen kwamen er steeds. Ja, ja. En hier Eskje Schaafsma. Secretaris Compensatiecommissie. Met als motto, beschadigde levens trekken aan je voorbij. Dat raakt je. Dat is ook weer allemaal voor slachtoffers. Waar zijn de verhalen van die daders? Hier, Sophie Roos Bolle, griffier. Met begrip luisteren naar slachtoffers. Ja, nee, je boos maken over die daders. De Rooms-Katholieke Kerk die staat er notoor onbekend dat ze in geval van rapportage van seksueel misbruik, dat ze zo'n betreffende priester overplaatsten naar een andere plek. Waar ze die man helemaal niet kenden. En ook helemaal niet wisten van het hele geschiedenis gebeuren. En er was een nieuwe priester. Van, oh ja, een nieuwe priester, ja, moet kunnen. Ja, wisten die mensen veel wat ze daar binnen kregen? Dat zijn de verhalen uit de praktijk. Dat zijn dus de medewerkers van die commissie of zo. Lieke de Rijke Maas. Vicevoorzitter. Recht doen aan slachtoffers van seksueel misbruik. Nou. Ja. Dan de eerste dan, hè? Nel van der Loos, vertrouwenspersoon. Met het motto, naast slachtoffers staan, geeft hun erkenning. Nou, de betreffende priester uit zijn ambt, zou ik zeggen. Minimaal. Hoe zo'n vent wil je toch niet in je diakonesse of in je bisdom? Laat staan in je kerk.
Dat wil je toch niet? Iemand die zich vergrepen heeft aan kinderen. Die mensen die zijn hartstikke ziek. Op geen enkele manier moet je dat dulden. En die mensen overdragen aan de Nederlandse wet. Je had er al een tijdje terug, zo'n Michel P. of zo. Zo'n zwembadleraar was dat, of weet ik wel wat. Iemand die werkte bij een kinderdagverblijf, die had ook al van die grappige dingen gedaan. Die zit toch in de gevangenis, of niet? Nou dan. Maar dan gaat het om een priester en iedereen, de slachtoffers kregen schadevergoeding en Nee, daar zijn we helemaal voor. We gaan goed luisteren naar die mensen en we staan ze bij. Dat geeft hun erkenning. Ja. Straffen, dacht ik. En de voornaamste straf, mag ik aannemen. De allereerste straf die de katholieke kerk zelf uit kan voeren. Ja, dat is die mensen excommuniceren. Ja, toch? Je zou willen dat dit soort verhalen, dat het allemaal uit het verleden is, dat het helemaal niet meer. Tot het heden behoort. Maar het is helemaal niet zo. En de kosten die ze gemaakt hebben, zeg. En wie heeft het betaald eigenlijk? Wacht even, 50%. Is gedragen door de bisdommen in Nederland. En 50% door de KNR. Wat is dat dan? Katholieke Nederlandse Raad of zo? Als ik even ruw ga tellen, heb ik 3 miljoen, 8 miljoen, 10 miljoen, 12 miljoen, 12,5 miljoen, 13 miljoen. Oh ja, het staat erom, ja. 13 miljoen, 13,5 miljoen hebben ze uitgegeven. Portie- en kopieerkosten, €159.000. Automatisering en website, €200.000. Ja. Ik vind hier te weinig van. Ja. Staat in de conclusie. Per saldo is de compensatiecommissie van oordeel dat de kerk met deze compensatieregeling slachtoffers van seksueel misbruik objectief gezien een redelijke middenweg heeft geboden tussen een volledige vergoeding van de materiële en immateriële schade en adequate erkenning
van het leed dat slachtoffers is aangedaan. Ik snap die zin niet helemaal. Nee. Je zal maar slachtoffer zijn. Het gaat hier trouwens in totaal mensen met die compensatie hebben gekregen. Dan praat je over. Ze hebben 400, 500, 700, dik 800, maar bijna 900 mensen. Die hebben in 8 jaar tijd compensatie gekregen. Hoeveel daders zijn dat? 100 daders of zo? Nou, dan hadden toch 100 keer iets in de krant moeten staan dat een of andere priester gearresteerd is. In zijn ambtswoning. Lijkt mij. Helemaal niks, hè? Nee, leuk is dat. Ja, ik word daar niet blij van, hoor. En dat dan, hè, terug naar die meneer kardinaal Eik. Die dan zichzelf op de borst klopt van, ja, wij doen het allemaal hartstikke goed. En, nou, dan kunnen die Jehovah's getuigen, want ja, bij de Jehovah's getuigen gebeurt het ook, hoor. Het is niet alleen bij de katholieken. Nee, inderdaad. Het is bij iedere, de katholieke kerk, om het even toe te lichten. Kijk, je hebt mensen die zijn gelovigen, zoals ik en Michael en Victor en Jurk. En ja, wij lezen onze Bijbel en that's it. Ja. Ik ben er niet tegen om naar een kerk te gaan, maar ik ga niet naar een kerk. Waarom zou ik? Ja. Ik zou het kunnen doen, maar ik heb er verder niks te zoeken. Ja. Maar je hebt van die kerken, dat zijn complete organisaties. En daarin vindt het plaats natuurlijk. Met als hoofd de katholieke kerk. Die verklaart zichzelf even tot de kerk der kerken. En al die andere kerken, die vallen daar meer of minder, in meer of minder, ze vallen eronder, hoor. De paus, of die organisatie van de katholieke kerk, die duldt geen andere kerken. Die duldt geen zusterkerk. Ben je maf? Het is allemaal onder hun paraplu dat het gebeurt. Tenminste, dat willen ze. En dat lukt ze dan met gedeeld succes, zullen we zeggen. Dat het dan in andere plekken van hun organisatie, hè, zo zeg ik dat maar even, dat hè, de Jehovah's getuigen op een of andere manier toch echt onder de katholieke kerk valt. Dat het dan binnen die suborganisaties ook aan de hand is, ja, dat blijft nog steeds hun ding. En het is geen excuus. Je hoort daar nooit over te beginnen. Ja, maar Piet deed het ook. Zo, dat zegt niks. Dan kan, als je voor de rechter komt, want je hebt een auto gejat, dan kan je tegen de rechter ook niet zeggen van ja, maar bij mij in de buurt gebeurde dat wel vaker, hoor, van die mensen die jatten een auto van een ander. Dan zal de rechter toch helemaal geen worst interesseren. Ja, behalve dat de rechter zal zeggen van, oh, weet je namen en adressen? Dan gaan we daar ook even langs. Autodief dat je bent. Ja? Maar dat een ander de wet overtreedt, dat is is van nul en geen belang als het gaat over jouw overtreding van de wet. Zo is dat. Dat is logisch. Zo hoort dat te zijn. En die kardinaal Eik die dan zichzelf op de borst klopt. Dan denk ik, nou, is nergens voor nodig.
Want die priesters die het gedaan hebben, die zijn niet geëxcommuniceerd. Die zijn dus niet de kerk uitgezet. Die heb je gewoon behouden. Je had ze, nou ja, dat je ze niet zou excommuniceren, dat is misschien tot daaraan toe, maar je had ze dat priesterambt af moeten nemen. Ja, die mensen hadden gewoon een baantje mogen gaan zoeken als afwasser. Ik moet zo dadelijk ook aan de bak. Wat denk je dat ik als krijg als mooi baantje? Nee, dat niet. Dat kan ik. Ik weet niet wat ze mij toe gaan bedelen, maar dat wordt een of ander baantje. Nou, klaar. Snap je? Dat zouden ze met die priesters ook moeten doen. Dat denken ze wel niet, die rare katholieken. Dat ze een beetje overal mee weg kunnen komen. Omdat ze zoveel geld hebben. Om ze een mooi rapport uit weten te brengen. En een Wim Deetman weten te strikken. Die was toen minister van Onderwijs, weet je nog? Ja, ja. Ik heb te doen met al die slachtoffers, serieus. En je mag hopen dat ze, ja, die katholieke kerken stromen leeg. Dus de kans dat er nu nog, heden ten dagen, nog koorknapen misbruikt worden. Je mag hopen dat dat niet meer voorkomt. Maar het blijft bij een hoop, snap je? Nou, en in deze beschouwing zeg ik het toch maar eventjes heel netjes. Op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.